Hi Fawaka, ik ben Dave. Vandaag heb ik Dien Goré. Ik heb hem zo lang gebeden om te komen. Eindelijk heeft die man tijd voor me gemaakt. Let's talk. Uit Paramaribo, Suriname. Dit is de Dave Podcast. Met Dave van Aarde. Boy, ik ben lang niet zo nerveus geweest. Dien Goré, welkom. Dankjewel. En, je was in het bos, heb ik begrepen? Ja. was, was uh, een hele ervaring. Waar was je geweest, als ik vragen mag? We zijn naar uh, Amatoppen geweest. Mm -hmm. Dat is een uh, klein dorpje, een inheems dorp. Uh -huh. We hebben een uur en een kwartier uh, gevlogen en daarna naar het dorp toe gelopen. En hoe lang, hoe lang lopen was het dan voor Indianen? Is het meestal eventjes om de hoek? Maar... Nee, 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 ja, inderdaad. Kijk, dat heb ik, ben ik later <laughs> tegengekomen. Dat, 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 dat gesprek uh, ga ik je nog vertellen. <laughs> maar het was inderdaad maar um, vijf minuten, tien minuten uh, naar het dorp toe lopen. Oké, okay, gelukkig, gelukkig. Voordat we echt gaan babbelen wil ik je eerst bedanken. Ik wil je bedanken omdat in tijden dat het in Suriname echt raar was qua politiek en, en verkiezingen en die koers en <coughs> Eigenlijk was een puinhoop. Heb je ons toch bij elkaar weten te brengen. Je hebt een droom aan ons weten te verkopen en erin weten te geloven. Je weet, dat is niet verkopen als een negatieve zin. Ja. Maar je hebt ons ergens toch wel hoop gegeven van... Het is iets positiefs dat wat vanuit Suriname komt. En... Uh, ik ben persoonlijk iemand. Als je me vraagt welke teams zijn er in Suriname dan kan ik een paar voor je noemen. Als je me vraagt wie speelt in Suriname, dan kan ik er bijna geen noemen. Maar wanneer Nacho speelde, dan was ik echt joh, hooligan bijna. Je, als Suriname <laughs> verloor, begon ik gewoon bijna te huilen. Ik werd helemaal yeah. emotioneel. Yeah. Dus, en, en dat hebben ook veel van ons ervaren. Zelfs mijn vrouw begon. Hey, 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 Nacho speelt morgen. Hé, <laughs> hey, maar dan moet jij niet naar ballet kijken of zo. Je <laughs> <laughs> weet. Yeah. Maar dus daarvoor wil ik je echt bedanken. dat... Het is, het is iets dat ik nog nooit eerder heb ervaren. En vanaf we klein zijn hadden we iets van. Ja, wanneer die Surinamers uit Nederland ook komen spelen. En, en ineens was het op TV. Ja. En ineens, eigenlijk tijdens het hoogste punt, kwam er een soort anticlimax. Ja. En toen heb ik een woord geleerd: 'mofferende redenen. <laughs> Kende je dat woord daarvoor? Nee. Ik ook niet. Maar wat betekent het? Weet je tot nu toe wat, ja, het betekent? Nu weet ik wat het betekent? Kan je maar alsjeblieft uitleggen? Wat ja, je? om redenen die. Uh... Ik heb het toen opgezocht hoor, ik weet het natuurlijk, maar ik ben het weer vergeten. Het is in ieder geval. Het was een duur woord. Nee, het, 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 het is wel een echt woord. Het is, ja, nee, maar het is een heel... en toen wist ik het niet. Maar... Ja, ik ook niet. Maar het is de reden. Hey, nee. Volgens mij heb ik een promotie gemaakt. Ja. <laughs> ja. Maar ik heb een beetje wel de, 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 het nieuws een beetje gevolgd in die periode. En ik had begrepen dat je zelf had besloten tijdens een toernooi. om op te stappen. Is ja. dat waar? Ja, dat is waar. Mm -hmm. Um, en, en het was puur omdat ik uh, op dat moment uh, vond dat Klaido uh, Koyino, de keeper, mm -hmm. uh, bij het team moest horen. En um, het bestuur was van mening dat, uh, dat hij niet bij het team moest komen. En die, voor jou was het belangrijk dat het als team hoorde bij elkaar te zijn? Of had je echt een backup keeper nodig? Nee, nee, nee. Kijk, die. Uh, Kleide Koenor is de captain van het team dat de Gold Cup heeft gehaald alle wedstrijden gespeeld. En door COVID is hij thuis gebleven. Op het moment dat je de COVID heeft hij overwonnen, ja. hij heeft de testen gedaan, hij is gezond verklaard. Dus er was eigenlijk geen reden om hem thuis te houden. En, uh, en om een of andere reden uh, werd er besproken dat hij niet mocht afreizen. Tenminste, ja, dat is niet, eigenlijk niet waar. Hij reisde af, want uh, het was geregeld. En toen hoorde ik van, uh, ze dan een stoptut voorzetten, want ze vinden het geen goed idee dat hij komt. Dus ik vond het raar. En ik vroeg waarom niet. zeiden, nou, we vinden gewoon niet dat hij komt. En toen zei, zei ik van, als hij niet komt, dan stop ik er ook mee. En toen zeiden de spelers, als hij niet komt, dan spelen we ook niet. Oh, okay. Zo is het gegaan. Het is heel emotioneel snel gegaan. Uh, maar het was... Het was momentopname. Je staat ja. onder druk, je moet tegen Costa Rica spelen, je bent bezig met een team. Uh, alles was uh, rumoerig ja. hè, op dat moment. Want uh, hij, die jongens aan de telefoon, uh, Trina, kan ik komen? Want ik heb twee tf, uh, negatieve testen. Ik, kan, uh, ik ben gezond verklaard, mag ik komen? Ik zeg, tuurlijk mag ik komen, want je staat op de lijst. Alles is betaald. Het is ja. al betaald. De CONCAF heeft wat betaald. Het, het gaat niet om geld. Dus het was al betaald. Het is alles was al betaald, want de CONCAF betaalt toch? De hotelkamer is, alles is betaald. Het enige wat betaald wat moest worden was de reis van hem. Maar die was ook al betaald. <laughs> dus, uh, want want dus de reis was betaald, maar die was gecanceld omdat hij. Klopt, maar je hebt je foutje nog. Vigen. Maar ja, je hebt hem nog. Het ja, ticket was ja, ja. het nog Dus er was geen reden om hem thuis te houden. Ik dacht, al die tijd misschien wel maar besparen. Laatste moment, daar hoeft het niet. Maar nee, nee, dus nee, het nee. was eigenlijk al betaald die rit. Die ja, trip. nee, nee. Het, het ging niet om geld. Het was puur niet om geld. Het was, het was puur een reden wat ik nog steeds niet begrijp. Maar. Um, ik vind het moeilijk om over dit onderwerp te hebben. Hmm. Want het heeft, het heeft een, een hele zure smaak uh, van de bond en mij uh, aan aan overgehouden. Ja, hè? begrijp je? Want daar was er een, een soort powerplay wat gespeeld werd. Dus dat, 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 is dat tussen, gevoel kreeg ik ook. Tussen dien en het bestuur. Ja. En, en um, ik, ik weet niet of dat de breuk heeft veroorzaakt. Maar het heeft niet meegeholpen. Ja, dus maar kijk, ik denk niet dat. dat, uh, dus dat is waarschijnlijk de druppel geweest. Er zullen we wel wat dingetjes van tevoren hebben afgespeeld, want ik denk niet dat je ook zomaar zo emotioneel erover zou worden, toch? Van ja, nee, kijk, je bent, bent onder druk, je staat op een groot toernooi voor het ja. eerst in de geschiedenis. Dus je, je, je voelt dat je heel erg betrokken met een team bezig bent. Precies, en je is ook een soort familie dan op dat moment. Ja, ben je, je bent ja. meer dan familie. Uh, je bent zo lang bij elkaar en Kleidel is part of the team. En captain. En captain, so en zo'n jongen, die gaat misschien nooit meer zoiets meemaken. Het is iets wat hij verdient om mee te maken. En, en dat kan hij aan zijn kinderen en kleinkinderen ook vertellen. Ja. Begrijp je? Dus ik vond op dat moment dat ik moest opstaan en zeggen van... Nee, als hij niet komt, stop ik er ook mee. Gewoon om die druk erop te ja, zetten. Ja, ik, ik snap het wel aan de ene kant. Want eigenlijk, je bent in een oorlog. En je hebt een van je, je echte meensoldaten nodig. Dus, ja, maar ik kan die berg niet overnemen als jij die man ja. niet aan me geeft. Dan gaan we zomaar... Uh, ja, we zijn met 23 <tus> soldaten en iedereen uh, is part of the team. En had jij verwacht dan dat de band zo, zo, zo zou reageren dan? Nee, helemaal niet. Niet eens een beetje. Ik heb ja. het eens aan gedacht. Ik heb er niet eens bij stilgestaan. En eigenlijk was het... Ik bedoel, ik bedoel, ik ben niet in de voetballerij... maar ik heb wel nee. onder druk gezeten of zo. Daar zeg je soms van, oké, okay, bam. Dat is een beetje poker, laat we het zo zeggen. Ja. Maar dan verwacht je dat die andere man... gewoon de hele tafel omhoog smijt... en dan we dat ja, hele ding ja. wel gaan verder. Nee, maar um, kijk... ze hebben uitgelegd dat dat niet de reden was... Voor mij ontslag. Nou, dus ik moest me een klein beetje voorbereiden, want zoals ik al zei, ik ben en Het is al een tijdje geleden gebeurd. Ja, ja. Um, en toen heb ik gehoord dat een van die leden had gezegd: uh, het feit dat je hebt teruggetrokken, dan zou Suriname worden geschorst voor een jaar, de spelers zouden niet meer mogen spelen voor hun teams en, en een heleboel andere gevolgen zouden er zijn. Toen ik iets van, hmm, is dat zo? Ja, dat klopt. Maar wist je dat op dat moment? Nee. <laughs> <laughs> dus, als, dus dat is eigenlijk gewoon een. een, ben maar dat is een onderling ding dat helemaal uit proporties gehaald ja, Buiten kan, proporties. Nee, nee is kijk, kijk. Als je als team. ga je als soldaten. Ja. Ja, ik heb dan de, de leider van de soldaten. Jezus. Ga je naar de oorlog. Ja. En dan ga je als team naar naartoe. En als eentje thuis blijft. Mm -hmm. en die, vind, die moet er ook bij zijn. dan ga je met zijn team. ga je met z'n allen zorgen dat hij meegaat. Ja. En als team is er besloten. Als hij niet speelt, als hij niet komt, spelen we niet. Het was niet Goree die wegging. Het was het hele team. En staf. Jullie waren wel een unit. Een unit. Het was een unit. En dat en dat was het. Dat is ook het mooiste waar we naartoe hebben gewerkt. We hebben een team van dit team van van de spelers gemaakt. En het is spelers van vanuit de diaspora en spelers vanuit Suriname. Maar dat zag je ook op het veld. Ik bedoel, het was echt. Voor ons was het echt van: Is dat Suriname? Nou, dat, maar ik dat, niet geloven, dat incident jouwwei. heeft nog, ons nog closer bij elkaar gebracht. Toch wel? Ja, hij heeft nog closer, nog hechter. Is, 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 hij, is hij toch alsnog gekomen, toen ja, alsnog gekomen? Ja, zeker. Oké, oh, oké, okay, okay, Ja, okay, Hij is gekomen, an en, anders zouden we echt niet spelen. Uh, hij is echt gekomen. Hij is echt gek en, en, en er was ook geen reden voor, hem om niet te, om, voor de Bond om hem niet te laten komen. Er was geen reden. Dus als ik recht door de bocht moet gaan, was het dus echt gewoon puur een pure powerplay eigenlijk. Maar mag het... Kan het... Ik, ik denk dat het... Uh, dat misschien onwetendheid ook ermee te maken heeft. Dat er verschillende dingen zijn gezegd die ze misschien niet hebben, goed hebben begrepen. Kijk, ik, ben, ik, ik, ik zit al uh, heel mijn leven in, het voetbal, in de voetballerij. Ja. En ik ken de mensen op het hoogste niveau. Dus voor mij is het één telefoontje verwijderd. Ja. Van, hé... Hey, kan hij komen? Ja, wat zijn de regels? Zo, zo, zo. Ze hebben regels gekeken in het boekje en dachten misschien van: hé, hey, dit hebben, hebben ze misschien verkeerd begrepen. Mm -hmm. Dat ze dachten van hij mag nog niet komen, want weet ik wat voor het verreden. Als ik kijk naar de band, uh, dus als, als leek, is het dat men een beetje vastgeroest is, is in tijd? Want volgens mij zijn die mensen al heel lang een bepaald clubje. Uh, is het, vind je dat ze bevorderlijk zijn voor de, voor de voetballerij in Suriname? Als je kijkt naar wat er nu gebeurt. Kijk, nu stel je een vraag die ik uh, heel makkelijk kan beantwoorden. Ja. Maar ik vind dat ik het niet uh, moet beantwoorden. Oké. Okay. Ik vind dat iedereen voor zichzelf een mening moet gaan vormen. <laughs> Want iedereen die het heeft gevolgd. Mm -hmm moeten ze zelf eigen beeld van maken. Ja, er waren heel veel protesten bij de SVB. Voor het eerst heb ik ook gezien dat men echt op straat gaat voor voetbal, weet je? Je hebt, je hebt, wel echt de, je hebt het volk wel achter je gekregen. Laat me je dat zeggen, Toen, het was ja. het gesprek van de dag en iedereen had iets van jonge benen is een weerspiegeling van ons land. Ja. Eindelijk kunnen ook we, we goud gevonden, we hebben olie gevonden, maar dat niet ik alles <laughs> in brand. Is dat ja, niet? ja. Het was nee. echt zo van Jezus, kan er niet eens bij ja. de sport dan even anders ja. gaan? Nee, maar we zijn, we, zijn, uh, we zijn nu een half jaar verder. Ja. Uh, ik was natuurlijk ook emotioneel. Dan voor zwaar. Uh. En um, na een half jaar heb ik wel gerelativeerd mm -hmm. en gezien: van, oké, okay, we moeten verder. Ja. Wat de Bond heel goed heeft gedaan, is ze hebben best die mensen al aangetrokken. Ja, het is ook is die niet, onbekende in die wereld. Het is, een, het is een professional. Ja. Het is iemand die van Suriname houdt. Het is een van de weinige opties. Um, die goede optie zou zijn om dit voor te zetten. Van Surinaamse voor afkomst. Surinaamse afkomst. En, en, en ook de liefde die hij heeft voor het, voor, voor, uh, voor het land. Is dat wel een streven van de Surinaamse band, voetbalband geweest? Dat er een, een echt SEC, een Surinaamse coach, ook leiding moet geven? Ja. Want ja. in vele landen zie je gewoon dat bijvoorbeeld dik advocaat wordt gehaald voor. Ja, 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 nee, klopt. klopt. De en Guterzoud, uh, Guzurnik ook aangetrokken. Maar um, dat, dat wilden ze. En dat hebben ze heel goed gedaan. En dat is ook, uh, daar was ik heel blij om. Want, ja, dus dat ze dat hebben het ook vanaf het begin gezegd. Ja. Nee, ze, ze hebben heel veel props. Is het ook goed dat ze mij hebben aangesteld? Ja, ja, ja. Helemaal, ja, ja, ja. ja, helemaal. Dus, dus, dus ze zij hebben, zij hebben niet alle, alleen slechte dingen gedaan. Ik zeg alleen... Um, soms moet je dingen overlaten aan professionals. En, um, en in dat geval was ik dat. Ik was, ja. de, e ik was de enige echte professional in het voetballen. het ja, is best moeilijk dan om, om mij als enige... Uh, alles in handen te zetten van Dien Goh Had Hadden ze heel veel moeite mee. Dus um, ik begrijp dat ook wel. Maar ik had wel begrepen dat je staf je een beetje had gezegd van... Hey, misschien uh, gaat het na dit toernooi niet meer door. Ga je ja. niet meer verder en zo. Maar, maar je had het niet verwacht. Nee. Maar ja, hoe kan, dat je kan je het, dat het dat je staf het wel zag? Nee, zij, 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 <hums> zij kennen Suriname beter dan ik. Uh, dus mijn staf is natuurlijk vanuit Suriname opgegroeid, ge geboren, getogen. Ik ben alleen geboren in Suriname, ik ben niet getogen hier. Maar ik weet wel veel. Oh, die, die zagen de bui al hangen op een gegeven moment. Direct. Oh, direct? Ja. <laughs> direct. Oh, dus hebben we eerder. Uh, vind, vind je dat. Cedarf uh, um, is ook al een keertje gekomen. Ja. ja. Um, die man heeft een heel stadion gebouwd en hij mm. wil ook uh, de boel professionaliseren. Ja. Waren toen dezelfde mensen ook uh, hoofd van de SWW? Ja. De, toen al? Dezelfde mensen waren het. dezelfde zelfde, zelfde. Ja. ja. Oh, niet allemaal, maar de meesten waren al uh, in de posities. En is het dat. Uh, weet jij toevallig waarom hij weg is gegaan? Want die nee, was ook ik, van de ene op de andere dag. Ja, toen... nee, ik ken het hele verhaal niet uh, precies. Ik dacht, en... misschien kennen jullie. Ik hoopte dat Kijk, jullie elkaar kenden. Ik, ja, nee, ik ken Clarence natuurlijk goed. Oké. Okay. Maar ik ken, het, ik ken het verhaal niet goed genoeg om, te, uh, om uit te leggen wat er is gebeurd. Ja. Het enige wat ik weet is dat. Uh, uh, dat het nooit is, uh, van de grond is gekomen. Ik denk dat Kleres niet eens met een tennisbal in Suriname wil kopen geweest. Nee, hij is, uh, hij is zwaar teleurgesteld geweest. Hij heeft me ook heel veel uh, gecontact door in die periode. Oh toch wel? Ja, ja, ja. Oh, een een, een hart onder de riem. Heel versuchten. veel succes geweest natuurlijk en uh, ook uh, kijk, <laughs> het, het, het is natuurlijk zo dat als je iets mee als je dingen meemaakt, ja. niet, niet iedereen was in het begin wist wat, aan, wat ik aan het doen was. Klopt. Want ik ben drie jaar bezig geweest. In het eerste jaar was er niemand die eigenlijk echt volgde. Uh, pas het tweede jaar begonnen mensen te zien dat, uh, uh, wat, wat er eigenlijk aan de hand was. Maar het eerste jaar was er heel veel uh, grondwerk wat er verzet moest worden. Die basis moest je ja, even en precies. En dan gebeurden er bepaalde dingen waar je tegenwerking krijgt, en bepaalde uh, ja, uh, challenges waar je tegen moet zijn. En op dat moment krijg je dus clearance aan de telefoon: hey, hou vol, hè. doe goed, weet je, ik ben goed bezig. Um, Laat het niet vallen, weet je wel. En, um, en Frankrijk had ook, weet je. Die zegt van, hé, hey, je bent goed bezig, top. Blijf zo doorgaan. Uh, en, en dat zijn... Kijk, Frankrijk het is sowieso mijn klankbord. Serieus? En die man houdt ook van Suriname. Hij wil alleen gewoon niet met voetbal te maken hebben. Want hij, ze willen maar als Nederlands dat al trainer hebben. Maar hij wil het gewoon niet. Maar hij kijkt wel. Hij voelt alles van Suriname. En dat is wel mooi. Maar hoe voelt het dan wanneer, wanneer Nacho speelde? Dat je weet van, al deze boys. Kijk, want zij volgden die wedstrijden dus ook. Iedereen. Serieus? Iedereen. Uh, ik, ik, ik bedoel, in de eerste periode, um, het eerste jaar. Mm -hmm. Die jongens, je moet je voorstellen, je weet zelf. Hoeveel verdient een normaal persoon in Suriname? 300, 3000 SAD, 2000 SAD per maand? Ik denk 100 dollar, ongeveer 150 US. Dat is ongeveer dat bedrag, ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Wat kost een voetbalschoen? Ik voetbal niet, maar een normale pata kost al een paar keer Nee, een voetbalschoen. Geen idee. 250 euro. Eh. <laughs> <is> zo duur zijn <laughs> <eens>. het. <laughs> dus is een anderhalve maand salaris. <laughs> Toch? Voor de ja. Dus wat hebben we gedaan? We hebben gezorgd dat die jongens <laughs> schoenen kregen. Hmm. Die schoenen kregen ze ook van de bond. Yeah. Maar dan konden ze kiezen in het winkel. hier. Ja, ik heb dat vroeger gehad als speler ook. Ja. Dus wat gebeurde? We gingen naar Wijnaldum. We gingen naar Van Dijk. Bij Liverpool. En de jongens speelden op, op schoenen van Mane. Mosala. <laughs> Gewoon die namen erop hè. Uh, en, en noem maar op. Al die spelers hadden schoenen van de sterren van Liverpool. Ja. <laughs> en ook van Ajax en uh, die jongens die ook uh, bijdrage geven. Serieus? Ja, dus zo Ik zou hebben... die partij elke dag naar die wedstrijd helemaal ja. poetsen en ja. in, 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 in een kastje zetten. Ja, dus zo hadden die jongens ook kleding aan van die jongens allemaal. En, en Wijnaldum gaf zelfs geld. Uh, hij heeft gesponsord, mede gesponsord, dat die jongens op trainingskamp konden gaan naar Nederland. Uh, van Dijk, Quincy Promes, Jume Lens. Gewoon cash geld gegeven. Um, voor tickets te kopen en vluchten en die jongens. Uh, hier maar is dat niet kopen? behind the scenes allemaal gebeurd? Want volgens mij, ik, ik, ik heb het nooit gehoord dat die, dat die Boys van Nederland zo betrokken waren, nog betrokken waren bij ja. dit ding. Ze hebben zelfs uh, filmpjes ingesproken. Dat weet ik wel, ja. Die ja. filmpjes weet ik wel. Maar... Ja, ja. Ze <tie> hebben ook met niet... geld en, en, en kleding en schoenen, materiaal voor de jongens, hebben ze allemaal voor gezorgd. Echt props daarvoor, dat moet ik ja. wel zeggen. Ja. Um, en niet alleen die jongens ook, maar ook de oudspelers. Dus dan praat je over dus Frankrijk, Ruud Gullit. Um, en, 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 en zo ook. Dus de sterren die het hebben gemaakt in Nederland. Wat moet er gebeuren dat we deze mensen weer kunnen overtuigen dat Surinamers dat zin heeft om te investeren? Want ik hoor altijd dat jullie zeggen: er is talent, er is zus, er is zo. Maar is het niet wat om je eigen academy dan op te zetten en dan gewoon je jongens te exporteren dan? Of moet je echt de SVB erbij hebben? Ik ken die situatie niet precies hoor. Het is een goede vraag. Um, er zijn heel veel mensen die het hebben geprobeerd, een eigen kenny op te zetten, mm -hmm. en het, 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 het houdt geen stand. Ja, maar waarom houdt het geen stand? Je hebt toch een uh, overkoepelend orgaan nodig, een grote, het, de SVB, om het uiteindelijk uh, kracht te geven. Maar is de SVB wel capabel om te zeggen dat ze dat? Dus je hebt een overkoepelend orgaan, maar zijn ze wel capabel? Ja, ze moeten capabel zijn. Maar niemand is echt. Eh, kijk, als je met een plan gaat. Mm -hmm. En um, dan moeten ze het gaan bekijken of het, of het wel rendabel is, of het wel kan ja. voor de Bond. Ik weet niet hoeveel mensen het plan hebben besproken met de SVB. Ik heb mijn plan wel besproken, wat interessant was. Maar het heeft uh, veel geld nodig om dat van de grond te krijgen. Daar is geen funding voor. Zou jij ooit weer iets in Suriname willen doen met een voetballerij? Natuurlijk. Oh, toch wel? Ja, ja, ja. En ja. denk je dat je nog een Academy ooit wil opzetten? Uh, sterker nog, ik ben, ik ben er steeds mee bezig. Ja, oh, well. ja ik, ben, ik ben bezig om, om, om nog zeker nog uh, die jongens een toekomst te bieden. Maar ik wil niet een van de mensen zijn die een academy begint en het, is weer, het wordt weer niets. Als ik iets begint, moet het ook een einde hebben. Ja. Nou, eigen einde hebben, continu, continuï continuïteit. En continuïteit kan je alleen maar krijgen als je in ieder geval de funds binnen hebt. Want het gaat om funding. Als je een tsunamisch opzet, je moet je die, die spelers die je hebt moet je voorzien van schoeisel. Mm -hmm. Kleding, vervoer. Uh, scholing ook. Scholing. Ja. En dat kost. Dat kost een plaatje, ja. Die, die spelers hebben het niet. Hoe, je Ga je naar een moeder die, van een talentvolle jongen in de ghetto. Ja. Kan je niet vragen of ze voetbalschoenen voor die jongens komt. Kan je niet vragen of ze shirtjes. Kan je niet vragen of ze uh, scholingen uh, uh, vervoeren. Uh, dat soort dingen moeten allemaal voor betaald worden. Dus als ik, als ik dat zou doen, dan zou het op het hoogste niveau zijn. Elite. Mm -hmm. Want... Uh, alleen met de elite uh, moet je dan uiteindelijk gaan scoren. Elite spelers bedoel je. Elite spelers, ja. Hè? Yeah, yeah, yeah. Elite -spelers, ja. Uh, de beste spelers van Suriname. Mm -hmm. Die zou je moeten uiteindelijk gaan ontwikkelen. En die, door die ontwikkeling komt er dan, gaat er dan altijd één of twee opstaan die de wereldtop zouden kunnen halen. Oké, okay, oké. Okay. Maar dat heeft dus wel een, uh, heel veel geld nodig om. Wat is heel te veel beginnen. geld? Nou ja, heel veel geld. Het heeft. Je bent niet met kleingeld. Uh, ja, we hebben ongeveer 3 miljoen nodig per maand, we hebben 10 miljoen nodig Oh, per op zo'n manier. Ja. ja, nee, er is wel, uh, zijn begrotingen gemaakt. Je hebt ongeveer uh, 200.000 euro per jaar nodig. om um, minimaal iets leuks uh, op een, een, een minimale manier te kunnen doen. Oké, okay, dus je hebt ongeveer 250.000 euro nodig per jaar, toch? Om die, ja. die school draaiende te houden. Ja. En, uh, wat, wat valt daaronder allemaal? Is dat per speler of...? Nee, dat is dus per, uh, per jaar voor het hele uh, complete plaatje. Mm -hmm. Dan praat je over trainers die uh, de die, die jongens gaan trainen, want je kan het niet eentje doen. Uh, het gaat om scouting, uh, het gaat om voeding, het gaat om kleding, het gaat om uh, vervoer, het gaat eigenlijk om alles. Maar als ik eventjes... Kijk, 200.000 klinkt veel. Ja. Het uh, is niet veel. Het is niet veel, want nee. als je zegt, je hebt het plan toch? Ik weet niet, okay, yeah. ik ben slecht, ik heb vaak plannen, maar alleen schrijven is mijn grootste probleem. Dus yeah. eigenlijk moet ik dan mensen aantrekken om dat yeah. te doen. Yeah. Maar stel dat je het plan niet zelf hebt geschreven of, yeah. of als je het al hebt liggen. Yeah. Ik denk dat als jij tegen Surinamers zegt, go fund me. Um, hey guys, ik wil een academy opzetten uh, en ik vraag het volk om mij te steunen. Yeah. En je hebt die track record al. Yeah. Al heb ik 200 dollar, ik, ik, ik pomp dat wel in jou. Yeah. Snap je wat ik bedoel? Dus ik zou dat wel doen. Yeah. En, en als je kijkt naar die twee Barkidouzong, dat is echt wel te halen hoor. Je hebt genoeg gasten die zo verschrikkelijk fanatiek zijn. In plaats van dat ze een nieuwe auto kopen dat jaar. Je hebt echt fanatiekelingen in yeah. Suriname. Het verbaast me soms hoe fanatiek ze zijn. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. Het is een van mijn slechte punten. Ik ben er nu aan het werk. Maar het meest slechtste punt is geld vragen. Uh, geld, ja, maar ego moet je aan de kant zetten. Ja, maar het is een minder goed punt wat ik kan. Ja, maar daarom zeg ik jou als coach. <laughs> ja, nee, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, maar je moet dat is doen dus. Doen kijk, en en uh, je, haalt natuurlijk geen, je moet geen 200.000 ophalen. Je moet zeker een miljoen ophalen. Want het is niet zo dat je één jaar bezig bent en volgend jaar geen geld meer. Nee, nee, nee. Dat je? Niet, maar bedoel je, dus moet, je moet weten dat je een, een tienjarenplan plan hebt. Ja? En, en uh, dan moet je weten dat je voor vijf jaar 100% gecoverd uh, hebt gekofferd heb. Ja. En dat je ge wat je gekofferd hebt, uh, is, is daarvan belangrijk. Want dan, dan, heb je, dan ben je echt bezig. Want als ik kijk naar, uh, men heeft het vaak over de talenten van Suriname. Ja. Maar dan is het gewoon ook met vechten, uh, ja. Ja. atleet. We zijn, atle we zijn de shit, je weet toch? Ja. <laughs> ja. 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 Uh, maar eigenlijk zou je dus bij wijze van spreken gewoon naar ex-voetballers kunnen gaan. Ik begin je vast wat hints te gooien, je weet toch. Ja. Van Ibradas, hey luister nou, als jullie allemaal gewoon tien kop zetten, twee barkie mensen of twee twintig mensen, Um, want op een gegeven moment ga je je spelers toch ook verkopen? Ja. Dus die die mensen investering. Nou ja, door... verkopen. Uh... Ja, onder contract toch zit je? Ja, maar daar zijn ook weer regels voor. Je mag geen mensenhandel doen. Nee, dus het nee, nee. Is, uh, je wordt, je, je moet heel voorzichtig zijn hoe je dat dan bespeelt. Weet je? je kan het wel terugkrijgen als een soort opleidingsvergoeding. Ja. Uh, dan krijg je wel officieel je geld verdienen. Ik ja. bedoel niet letterlijk verkopen als je die man verkoopt. Ja, ja maar, <laughs> nee, maar daar moet je heel voorzichtig mee zijn. En dat zijn ook weer. Het is wel mogelijk. Het contract verkopen, laat dat Het is wel mogelijk. Verkopen, ja, zei, is wel kon... mogelijk. Ja, toch? En, en ik, ik geloof ook, en ik ben echt van overtuigd dat, uh, dat hier ook spelers die miljoenen waard kunnen zijn, uh, rondlopen. En, uh, hoeveel punt je kan bijvoorbeeld een percentage af, af, afrekenen bij die mensen? Af, afstemmen bij die gasten. Nu ben je 100% van nul gulden, je met 20% van alles wat je verdient in de toekomst. Ja, dat hier. zou kunnen. Is een businessmodel. Zeker ja, toch? Ja, ja, is een businessmodel. Bij dus deze het, mensen begin ik jullie te melden. Het kan, ja. het kan, het kan. Het ja. Kan. Ja, dus, uh, I is niet hoe ik een uh, business uh, zelf met die, op die manier bezig ben, maar het is wel een businessmodel. Klopt. Maar is het niet dat. Ik zeg niet dat het zo is. Maar jij bent meer sportcoach, toch? Yeah. Snap je wat ik bedoel? Yeah. Is dat niet misschien een idee? Want ik heb heel veel vrienden die in de voetballerij zijn geweest en topsporters zijn geweest. En wanneer ze heel veel geld verdienen, dan hebben ze ook jammer genoeg de illusie mm -hmm. dat ze zakenmensen zijn. Yeah. Klop. Omdat ze veel geld maken. Klop. Maar eigenlijk heb ik, zeg, ik zeg ze altijd, en ze houden er niet van, want je weet, ego komt vaak bij, bij sporters kijken. Ja. Ik zeg, brother, je bent gewoon iemand die goed werd betaald voor je vak. Ja. Maar je moest nog steeds melden bij je werkgever aan het einde van de rit. Je hebt nooit de leiding gehad, want je bent niet, je hebt nog steeds het bestuur, de coach, bladibladibla. Ja. Dus ja, ja je hebt eigenlijk is. een baas, eigenlijk wanneer naar het is. werk gaat. Ja, en nu ja. hebben ze dus bijvoorbeeld 5 miljoen verdiend, en dan gaan ze met pensioen. Ja, ik ben businessman. Ja. En ik heb... 11 van de 10 van die guys zie van zonder geld aan het einde van de rit. Binnen nee, de kortste tijden. Nee, dat klopt. Het is wereldwijd ook zo. Uh, niet alleen in, uh, in Suriname, in Nederland of uh, ja, overal. Toch? 75% van de sporters die miljonair worden, zijn binnen vijf jaar nadat ze stoppen, failliet. Dat gezegd hebbende. Is het dan misschien niet, niet een idee om dan te kijken naar bepaalde... Zakenmensen van oké, okay, die guy kan ik misschien meepraten. Van hey, ik heb een bepaalde track record, ik ben de juiste coach. Ik kan die Academy draaien, maar ik heb iemand nodig om het zakelijk stukje over te nemen. Waardoor het misschien makkelijker voor jou is. Want, ja. want om dat zakelijke stukje te gaan combineren met coachen, mm -hmm. broer, is geen grap. Nee, het is. Het uh, is nee, apart, eigenlijk. Nee, totaal verschillend. <coughs> ik, weet, ik, ken, ik ken mijn kracht ook. Ja, ongelukkig. Weet je, ik heb je een team weet, dan, dan om je heen mee, daarvoor? Ik weet waar ik goed heb, heb ik niet. Maar ik, hint, ik, zou, ik, zou het wel, <laughs> ik zou het wel kunnen bewerkstelligen. Het is alleen op dit moment ben ik daar niet mee bezig. Ik ben er een beetje mee bezig. Nu, hè, hoe we uh, de afgelopen maanden bezig zijn. Maar het was een meer een rauw meer een proces de afgelopen zes maanden voor mij dan dat ik bezig ben met. met uh, met business. Ja, maar nee, nu, nu, heb, nu ben ik het wel aan het oppakken. Ja, ik ben gewoon bezig. zaden in je hoofd te planten. En ik hoop echt dat het eruit komt. Ja, ja, dat ik ja. ja, ja, ja. Ik begrijp wat je bedoelt. En ja. wat mij, kijk, wat mij drijft is... Uh, iedereen zegt hetzelfde. Je zegt het net. We hebben talent. Ja. Uh, waar baseren we het op? Het zijn feiten. Talent, ja, als je kijkt naar het buitenland, die paar van ons in het buitenland zijn, die vakkers komen al zo ver. Het zijn feiten, het zijn feiten. Dus, dus, en hier de brand. Dus, en met talent word je geboren, toch? Nou, en... Ja, maar talent brengt je wel net zo ver. Je moet ook mentaliteit hebben. Nee, maar, de, maar mentaliteit, uh, die kan je leren. Ja, want dat is eigenlijk volgens mij een groter probleem in Suriname. Je leren. Want ja. vaak... Ik heb vroeger ook gesport, geen voetbal, maar andere sporten gedaan. En dan meestal de beste spelers komen hoe laat ze willen op de training. Ja. Hij wordt toch in het veld gezet ja, door de coach. Ja, ja. Weet je, dan de... Maar, maar, maar het is ook. Uh, het, er is een plafond wat je hier haalt. En op, uh, je kan niet verder uh, dan hoe, hoe, de, de sterkste speler. En de sterkste speler, ik ga het nooit op een niveau zijn. Van een topspeler die elke dag uh, in, het prof, in de profwereld is opgegroeid. Denk dus ik, ze moeten weg. De Denk beste jongens, moeten weg. Denken die jongens het niveau wel kunnen bereiken, ongeacht er bijvoorbeeld geen competitie zou zijn in Suriname? Zou je dan onderling wel het niveau kunnen halen? Nee. Ze zouden wel het moeten Daarvoor heb je dan de SVB nodig. Dan Ook. Ja, maar je hebt, je hebt sowieso. De SVB uh, is, is, is uh, lid van de FIFA. En de, de FIFA is natuurlijk degene die je beschermt. Ja, dus, dus met andere woorden, als jij een opleiding hebt gedaan en opleidingskosten krijgt, eh, kan je niet van ja, academy, kan je academy opleidingskosten vragen. Je moet, academy moet, je moet bij de FIFA uh, ingeschreven staan. En, je kan, en dat gaat via de SVB naar de FIFA. Oh, maar je kan je dus niet zelf inschreven bij nee, de FIFA? Van, hey boys, ik heb een nee, school. Nee, nee, nee. Je moet dus wel echt van de, van de bond naar de FIFA. Ik wil weer even duiken in De bond is de grootste. De grootste Hoe, over hoeveel spelers praat je dan van, van zo'n academy? Als ik, hier, als, ik, als, ik, als ik het plan een beetje globaal mag uitleggen. Je, je praat over tien uh, districten. Hoeveel district heeft hoe Suriname? Tien? Hey, ja, tien districten. De Laat de maar Dave, 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 Dave. ik, ik zal het voor je zeggen. Tien districten. <laughs> vroeger, Noem ze maar was, vroeger, was, vroeger was die Pallewini hier en is het daar. Dus ja, ik weet maar die Paliwini kan, uh, kan je ook als één district doen. Want het zijn, ze zijn wel gooien of verspreid. Maar die kan daar wel... Uh, de beste van uh, okay, bij okay. elkaar brengen. Maar, ja, sorry hoor. Ja? maar als je gaat kijken, er zijn tien districten. Okay. Waar of niet? Geen idee. Nee, Ik weet niet in school ik geweest? Weet... Of, 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 of leer je dat niet op school? Leer je provincies? Ja, maar ik was. Ik... <laughs> nee, ik nee. ben gewoon fire op dat nee, oké, okay, Maar ik heb, het, ik heb het bekeken. We hebben tien districten. 10 districten. Ja. Ja? Uh, van die tien districten uh, pak je um, je beste. Uh, 9-jarige, mm -hmm. beste, dus onder 9, yeah. de U9, de beste U11 mm -hmm. en de beste U13. Dus drie per district kan je zeggen. Zo. Drie teams. Oh, drie teams? Ja. Zoveel kinderen kunnen ervan van profiteren. Ja, en van die drie teams ga je uiteindelijk uh, per district, ga je de, heb je de beste per district. Mm -hmm. Dan praat je over per team, laten we zeggen, 16 spelers. Je hoeft niet te veel te hebben. 16 spelers uh, per district, keer 10. Hoeveel is dat? 160. 160. Keer 3, want je hebt drie teams. <laughs> 160 keer 3. Is 84, als ik me niet vergist. Ja, oké. Okay, 500 spelers. Eh? Ja. Die 500 spelers mm -hmm. ga je moeten uh, trainen op dezelfde manier zoals wij gewend zijn uh, bij een profclub. Maar dat dus is even. 200 Dozongdala, toch? Ja. 500 spelers. Ja. Is geen moer. Je kan een hele leak opzetten eigenlijk voor dat bedrag. Uh, ja, maar ik heb het minimale gezegd. Hè? Ja, want, nee, nee, want, nee. Ik heb, het nog niet, ik heb het erover. Het kan. Ja, het kan. Ja, ja. Het kan, want 200.000 ja. is niet veel voor zo'n academy. Ik had, nee. echt gezegd, ik, ik had gedacht dat je echt zou zeggen 30 miljoen, 10 miljoen. Nee, nee, nee. Maar bedrag. ik praat over minimale. En dan moet je nog altijd vragen, kan ik dit, kan ik dat? Kijk, we hebben nog niet eens over faciliteiten gesproken. Ja, maar het moment dat je begint... Het, kijk, je hebt één geluk, je hebt die track record. Ja. Dat, want ik heb begrip. je hebt voor Ajax gespeeld, je hebt voor Feyenoord gespeeld, ja. je hebt gescoord tegen Barcelona, je hebt gescoord tegen Real Madrid. Ja. Dus je kan het. Ja, dus, da, dus, nou, ik uh, kan het, ik weet wat de je doet. Je hebt gedaan. Is. Ja, ja, heb niet maar, ja, maar men heeft ook gezien wat je hebt gedaan. Ja. Kijk, op het moment dat je gelooft, geloof, het begint allemaal bij belief. Ja, precies. En jij hebt weer belief gezet in een sport die eigenlijk. Bleh, ja. Weet je, en ja. dat is niet dat, dat, dat ik ja. niet van voetbal hou, maar ja. soms heb ik iets van: hey guys, come on, we moeten wel een beetje hoger gaan. Ja. En je hebt wel gewezen dat ook die Surinaamse spelers. Die leveled up. op. Ja. En, en ik denk wel dat je dus... Ik weet wel zeker dat je mensen gaat krijgen achter je... om dit te realiseren. En daarom bleef ik maar erop hameren. Want er hameren. ik ga in kankantriezaad in je hoes zetten. <laughs> ja, die die, die, zaten, die hebben we sowieso gepland voor Nacho. Ja. En die proberen we ook te planten voor die, voor die jeugdspelers. Want kijk... Dat is ook mijn passie. Mm -hmm. hè, uh, dit soort dingen. Maar stel jezelf voor... Je hebt dus um, de beschikking om... Die spelers te trainen. Je weet al dat talent is. Hij weet, dat weet je al. Ja. Dus je weet, je gaat talenten vinden. Uh, we pakken uh, Brocopondo. Juist. Je gaat daar de beste spelers zoeken. Want zo werkt het namelijk. Mm -hmm. Je krijgt 100 kinderen, 150 kinderen. die zich gaan verzamelen. wat ik wil bij de groep horen, toch? ze gaan ook hun best doen dan. Ik zeg, Dave, ga met me mee. We gaan kijken wie de beste zijn. Ja. We nemen nog een paar coaches mee. We pakken nog een paar ex-spelers van. Uh, die, die het leuk vinden om in dat district voor een weekje te komen, vakantie te komen en tegelijkertijd te komen kijken. Ja. Je, gaat een, je gaat een boek schrijven. De beste spelers, al weet je niet veel over voetbal, ga je gelijk zien. Ja, ja, ja je ziet wel. Met Want inderdaad. als jij op een pleintje gaat zitten en gaat kijken naar een, een groepje spelers, voetballers. jongens die aan het voetballen zijn, dan gaat het eentje vinden die de beste is. Jij ja, is zal altijd uitblinken, dat Nog, het is altijd ja ja. ja, ja. Nou, nu, nu, nu pakken we 16 uitblinkers van die 100 zoveel. Die 16 uitblinkers, ga je elke dag trainen. Laten we zeggen, vier keer in de week. Ja. Je zegt zeggen, misschien veel, maar dat is niet veel. Want na school trainen. Huiswerk. Eén keer maken, per dag, toch? Ja, nee, hoeft niet. Eén nee, keer, keer per dag. En huiswerk maken. Wie zijn huiswerk niet maakt, mag niet trainen. Wie zijn, wie zijn huiswerk niet kan maken, wordt geholpen. Dus dat wil ik net zeggen, want soms hebben die kinderen ook hulp nodig. Vaak die altijd. Ja, dus je, ja, ja. Je, hebt school, je, hebt, je hebt leraren nodig, die je, daar moet je met scholen samenwerken. En iedereen die van voetbal houdt, wil bij het team zitten. Dus dan gaan die kinderen nog beter trainen, die het niet bij zijn. Je hebt het nu, je, je hebt die stel, je hebt die tas. Je hebt die, ik je ik hebt weet de, nog, je als, als die ajax liep uh, liepen door, over, over het school of zo. Toen ik in Nederland op school ik dacht van, ja. het, 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 het spreekt je hebt, wel. Je hebt als 9-jarige of 11-jarige jongen die tas van de SVB. Want je, je zit in die... Um, Special league. In in, ja, nee, bij de talenten behoor jij in Suriname ja. die van die league. Ja? in dat level zit je. Je traint, je komt... Twee keer per jaar samen in Paramaribo. Ja. Tien districten. We hebben nu de beste van allemaal. Diezelfde training krijgen ze elke dag. Je komt samen in Paramaribo. Toernooi tegen elkaar. Ik zit al voor me. Moet natuurlijk op tv zijn, maar het is nog leuk ook. Ja. ja. Je krijgt al die spelers tegen elkaar. Wij zitten met alle coaches weer op de tribune. Hé, hey, die nummer vier van Broekopond is top. Hé, hey, die nummer zes van Nikeri is top. Hé, hey, die nummer van die, van die is top. Alles wordt natuurlijk bijgehouden: gewicht, lengte, snelheid. Die metingen worden allemaal gedaan. Snelheid zelf wordt bijgehouden. Moet, want snelheid kan je niet leren. <laughs> snelheid is Serie, belangrijk. Snelheid is, het is niet dat je iemand kan zeggen: sprint, sprint, sprint. Dat is nee, 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 nee. Ja, je kan ietsje sneller worden. <laughs> maar snelheid is natuurlijk, Daar word je mee geboren, weet je wel? Okay. Dat, uh, dat, dat, dat kan je niet even. Ik kan niet even zeggen van: ik ga Usain Bolt worden. Dat kan niet. Ja, 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 en zo, ja. moet je mee geboren worden met snelheid. Je kan, je kan alleen een paar seconden misschien sneller maken. En als je dan al die spelers hebt en je zet ze allemaal in, de, uh, in die molen voor acht jaar. Dan moet het acht jaar zetten. Dan krijg jij op een gegeven moment per district één team. Ja? Dat is net als hoe je een nacho maakt. Ja. Eén team. Van de beste van al die districten. Dat team wordt uiteindelijk je nacho. Dus je krijgt uiteindelijk een nacho onder negen, onder elf, onder dertien. Uit eigen kweek ook nog. Uit eigen kweek, die teams gaan dan moeten competen tegen buitenlandse teams. Want je moet meetmomenten hebben. En daarvoor heb je SVB weer nodig? Ja, nou, hoeft niet. niet. Ja, maar de, de SVB heb je sowieso nodig. Want dit moet met, met de SVB okay, okay, gaan. Oké, oké, duidelijk, duidelijk. Het moment dat je gaat meten tegen een Nederland, tegen België, tegen Mexico, tegen Brazilië. Hm. Dan kan je zien, hé, hey, wat voor level zijn we? En, en het is makkelijk om te kijken van een achtjarige, negenjarige, want dan is het verschil niet zo groot. Hè? Okay. Maar als je 16 bent, is het verschil super groot. Ook daar beginnen begint ze echt te excellen natuurlijk. 12 tot 16 <coughs> is een Suriname niet sterk vergeleken met buitenland. Okay, okay, okay. Onderin gaat het nog gelijk op, dat is het meer um, techniek. Daarna komen er veel dingen, meer dingen die spelen. Mentaliteit, wat je zegt. Ja. Meer trainingsuren die je in je hebt. Al dat soort zaken hebben heb heb mee te maken. Maar als je dat allemaal krijgt in het begin. dan kan ik je voorspellen. dat jij zeker 100% één of twee. arrogante Surinamers hebt. die een bal pakken en iedereen voorbij spelen. en die doen wat ze willen. Want die jongens worden nu geboren. Die jongens zijn er nu. De nieuwe Messi zijn die, er. Die, die zijn er. Ja. Ik heb ze op straat, ik heb ze ook gezien. Ik heb dus een jongen van negen gezien die gewoon ook loopt als een verdette. Je ziet het al. Je ziet al van als je, soms als je dan kijkt naar een team, dan zie je al een klein jongen van hij loopt als een voetballer. Oh, je ziet, een je een ziet het als al. Ik weet niet hoe die loopt. Dat zie nee, ja, nee. Ja, jij. Ik ga denken, ik een keer arrogante jongen. Nee, maar jij ziet het passen wanneer die, wanneer die drie, vier man voorbij speelt. Yeah, yeah, yeah. Ja, er zijn heel veel die hetzelfde hebben, hetzelfde level. Uh -huh. Maar er is altijd één die gewoon. Baas. Ja, die ga je altijd zien. Ja, want ik vind dat de manier hoe het is gegaan, ook bij mij een bittere smaak heeft gelaten. Je weet toch, want vooral toen jullie pas zijn dat ik, ik verdien om te weten wat er is gebeurd. Want ja, we waren ja. allemaal zo met het hart verbonden als volk aan het geheel. Ja. Dus ik denk dat, nogmaals weer een zaadje, dat het, dat, ja? dat het ja. niet zo ik mag eindigen. Dus nee. Ik denk dat het, het Dien -Goré hoofdstuk nog niet helemaal is uitgeschreven. Nee, maar even die is ook worden. niet uitgeschreven. Die, 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 die is zo, ik ben uitgeschreven op dit moment als bondscoach. Ja, ja, ja. ja. He, dus dat en is, en ik ben, dat is klaar. Ja. Dat, is, dat is geweest. Dat is, we moeten door. Ik ben blij dat je dat, dat, je dat wel hebt. Want ik was bang. Ik dacht: die boy, deze man verbrandt al zijn vlaggen. En komt nooit meer naar Suriname. Nee, nee, nee. nee, nee. Want je zag nee. wel het verdriet in ja. je ogen. Ik, 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 ja, je zag echt een gebroken persoon. Ja. Misschien was ik gebroken dat ik zo naar jou keek. Ja 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 ja, ja. Weet, ja, 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 ja. Had jij ergens van binnen wel het idee van: fuck it, we pakken die Gold Cup? Of was het meer. Nee. Gewoon, je weet ook, dat dat is het land achter. Wij, wij gaan impact maken om een Gold Cup. Ja, dat ja. was mijn idee. En dat was ook zo. En dat hebben we ook gedaan. Ja, het was, we het hebben was impact prachtig. gemaakt. Ik bedoel, heel de wereld sprak erover. Hé, hey, men heeft <laughs> zelf over de reporter van Suriname gesproken. Ja, dat, dat, dat zelf is dus de manier voor hij uh, ja, 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 maar die... het zijn nog, zijn, er zijn zoveel interviews heb ik moeten doen. Want ik ben degene die geïnterviewd wordt. Ja, 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 ik ja, krijg ja. de telefoontjes van Duitsland. Uh, van België zelfs, van uh, uh, Engeland, van, van de BBC, van uh, Amerika heb ik een aantal interviews gedaan. En, uh, en allemaal gaan over hetzelfde. Wie zijn jullie? Ja, Eentje dus van Costa Rica en Mexico ook. Moeten moesten we vertalen bij. Ja. En zei ze, wacht even, wat is gebeurd? Ja, maar, is, maar zo, zo je ze, ook praten op de tv ja. van... Uh... Ja, dus de impact wat het heeft gehad, heeft, is uh, wereldwijd wel herkend. Had jij dat verwacht? Ja. Zo'n impact. Ja, ja, ja. Toch wel? Ja. Ik, dus, ja. Geen arrogantie, hè? Nee, 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 nee. nee want nee. ik is hierna nou denken of dat well, best wel belangrijk zijn als wereldspeler. Gewoon in general. Ja, ja, nee. nee, nee, nee. Maar pas nee. bij voetbal had ik iets Waar no. where, where is Suriname? Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> Kijk, wat, 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 wat heb jij net tegen me gezegd? Waar begint het bij? Geloof. Ja, 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 ja sowieso. Toch? Belief moet. Ja, er zijn. En, en, maar bij mij gaat het, ging het om geloof. Dat was één. Maar ook feitelijke dingen. Ja, nee, maar ik dacht misschien, oké, okay, we redden het, maar misschien was het van George Bush belt mezelf, jongen. Je wordt ja. er allemaal gebeld. Dus ik weet je dat zo gebeuren. Ja, nee, met de visie en een goed plan. Ja. ja en de, aan, aan dat plan houden, dan kan je het, kan, kan je het erin halen. En het geldt niet, niet alleen voor de voetballers. Hè. Dus onthoud In die woorden, want voor je academie, eh, academie moet je dat ook. Uh, visie What en that? een goed plan. Ja, de... ja, nee, maar dat zijn standaard <laughs> dingen, weet je wel? Dat zijn standaard <laughs> zaken. Als je geen visie hebt en geen goed plan, uh. dan ga je het al vergeten. Dus als je begint met iets, moet je altijd een visie hebben en een, een goed plan. Hoe, hoe, wat heeft het met je gedaan van binnen? Uh, de, de, deze hele journey. Wat heb je eruit geleerd eigenlijk? So, hoe heb je het ervaren? Heel intens. Ja. Het, het is voorbij gevlogen. Ik zou maar twee jaar komen. Het is uiteindelijk drie jaar geweest. Mm -hmm. um, uh, ik heb alles meegemaakt wat je maar kan meemaken: alle Trust, emoties. huilen. Ik heb er nooit zoveel gehad, volgens mij. <laughs> in mijn hele leven niet. Als je. Nee, ik praat je over huilen. Maar was het huilen was van, het van snikken nee. of echt lelijk huilen Nee, lelijk. <laughs> huilen van verdriet. Yeah. Huilen van geluk. Yeah. Huilen van emotie. Uh, het was. Het was alles. En maar, maar weet je, kijk, de band met de spelers zelf, dat ongekend. Zou je zeggen dat dit leuker was geweest dan je profcarrière als voetballer? Of leuker en fokopperder? En, en anders, an, anders, <laughs> anders, anders. Maar ik, het is wel veel emotioneeler geweest. Als speler of als coach, wat is leuker? hoe is het leuker om te winnen? En wat bedoel je daarmee? Dus je is soms, als je, als je in het veld hebt gestaan en hebt een wedstrijd gewonnen, of als je kijkt naar je boys. van ay, mijn boys hebben het goed gedaan. Wel, welke, of is, is het niet te vergelijken? Is niet te vergelijken, maar um, het geluk wat ik heb gevoeld, wat we als team hebben gedaan voor Suriname. Yeah. Voor Nationaal het Nationaal van Suriname, heeft, heeft mij het meeste geluk gegeven. Het meeste wel. plezier. Meer dan scoren tegen Real is Meer dan, ja, maar dus meer dan, meer dan wat, wat doelpunt ik ook heb gemaakt. Dit heeft het meeste plezier gegeven. En dat, dat kan je niet beschrijven. Ja, ja, ja. 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 Oké, okay, zes maanden verder. Je bent in Suriname. Yes. Waarvoor ben je gekomen? Um, ik, ik ben hier uh, uiteindelijk gekomen om um, als Global Ambassador okay. uh, van uh, GGS. Green Road Suriname. Mm -hmm. En dat is een. Um, Forest 93. Oh ja, again, Green Gold. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, oh, ja. Forest, Forest 93. 93. Ja. Dat is een stichting die. Uh, is bezig met het behoud van het bos. Eh, Amazon. En die doen heel veel projecten. En. Um, op dit moment ben ik met één project bezig. En dat is. Uh, twee scholen openen in, uh, in het binnenland. Voor, uh, voor de inheemse volken. Maar één e school, uh, Voetbalschool? Of nee, nee, echte <laughs> ik school. Vragen, je weet, echte je school weet, waar dat. lessen gegeven worden. Ja, ja. Ja. ja? Maar we wel een klein voetbalveldje erbij. Met een voetbalveldje, uiteraard. Okay, okay, dat, nee, ik nee, heb nee. nog een verhaal daarover. <laughs> <laughs> nee, maar um, uh, want ook daar hebben we natuurlijk, uh, dat zijn Surinamers die ook scholing nodig hebben. Mm -hmm. En wat heeft gebleken, dat hebben het team, de stichting heeft dus ontdekt, dat daar um, de mensen niet naar school kunnen. Dus die kunnen niet schrijven, niet lezen. En iedereen heeft daar recht op. Ja. Dus uh, dat ging naar mijn hart. En ik heb, laten we zeggen, het project geadopteerd. Ik ga me daar hard voor maken. Ik, uh, ik ben er zelf helemaal mee involved. Mm -hmm. ik, in mijn netwerk uh, support ik ook mensen die daarin uh, ja, in mee gaan helpen. Ik heb mijn neefje zover gekregen dat hij erbij is. Sunnery James. Ik weet niet of je. Ja, is geen onbekende. Ja, ja Sunnery Goré. Um, dus, dus hij um, heeft zich ook involvd in, in dit project. En uh, samen gaan we zorgen dat, uh, dat daar een. Uh, een, een school komt van vijf, vijf lokalen, okay. vijf klassen. En, um, en, en ja, en dat geeft me zoveel voldoening. Ik ben de pas geweest. Is ik dat de Amatop? Me, ja, okay, ik okay. ben ik ben gisteren teruggekomen, mm -hmm. tijd van mijn leven gehad, uh, die Ingi in me is ergens uh, toch wakker geworden. Heb je Indiaans bloed? Ja. <laughs> En um, dat is onbeschrijfelijk wat ik daar heb gezien en meegemaakt. Ik denk niet dat veel Surinamers dat hebben meegemaakt wat ik heb gezien daar. Is dat bij Kwamala Samutu daar in de buurt? Nee, het, niet in de buurt. Dat is ook mooi. Er was een, een Ingi boy van Kwamala Samutu. Mm -hmm. Was daar in het dorp. En ik ben met hem gaan vissen. We waren raak aan de praat. Mm. En ik zeg tegen hem uh, waar hij vandaan komt. Hij zegt, ben je van hier? Hij zegt, nee, ik ben van is Ik ben om de hoek. <laughs> ik, ben van, ik ben van. Ik ben van. Niet, niet ver. Ik kwam ze moeten Ik zeg, oh, hoe ver? Hij zei zo van uh, drie weken. Ik zeg, wat? Hij zegt, ja, drie weken. Hij heeft drie weken gelopen naar daar. Nee. Oh, met de boot. Is drie weken met de boot. Van Amatopo naar Kwamala doen. En hij is gekomen? Ja. Maar was het speciaal voor jou of was hij toevallig? Nee, nee nee. Hij, is, nee, nee, hij heeft een vriendin gevonden daar. Dus hij woont in Amatopo. Maar die mensen van Kwamala kwamen wel met de boot. Hij heeft een vriendin gevonden. En, Ze zo... hebben... en is hij heeft een e En En is hij gebleven in Amatopo. Hij woont daar. Met zijn vriendin. Oh, oké, okay, oké. Okay. Op... <laughs> ik ging jagen met hem. Dus het is mooi, we gingen samen jagen. Yeah, yeah. En het was mooi, we gingen in de boot. Ik heb een mooie grote vis gevangen ook nog. Wat voor? je die naam en, nog? Uh, catfish. redtail. Ah, meiën, ja, zo mm, mm, mm. Maar wat mooi was, we gingen dus vissen. En hij, je uh, had eentje achterin die die boot bestuurde. Uh, en hij zat voorin. Met zijn broer, die zat een beetje de, ook achterin. En op een gegeven moment gaan we, je weet lang door de rivier. die mooie Soelas kom je tegen. Je droomt een beetje weg, weet je. En in één keer praten. Maar die, 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 die inheemse praten niet luid hè? Nauwelijks. Dus ik hoorde ze een beetje smoesen zo. Ze kijken naar die kant, ik zie hem met dit praten, ze wijzen zo. Ik denk, wat wijzen ze? Ik kijk ook, in, maar ik zeg, wat? Maar ik ben druk dan, hè? ik ben altijd luid. En dan zeggen ze, Lego, Lego. Ik zeg, Lego, waar? Daar. Ik kijk zie alleen bos. Ik zie niets. Hij zegt, ik zeg, waar? Hij zegt daar. Dus, dus die andere, pak zijn op. Uh -huh. Kijk ook nog. Poef. Ik hoor iets vallen, boep. Maar ik zie nog steeds niets en ik heb gefilmd hè ja, 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 ja. ik was alleen maar met de, maar mijn telefoon <laughs> aan het filmen zo als, als toerist je was een toerist ja dus die, dus die man zet dat, die boot aan de kant hij loopt naar uh, hij komt met zo echt een monster zo leeg gewoon komt hij de boot in maar je zou zeggen van weet je uh, dus ik zeg van hé, hey, zo hij, komt, hij, hij zet hem gewoon zo en ze gaan gewoon hier door <laughs> niks aan de hand niks aan de hand <laughs> <laughs> Geen, gewoon, is gewoon dat dat weet je we we gaan eten vandaag ja heb dus, je het geproefd? Nee, dus ik, kwam, ja. ik, ik Ik zou het wel proeven maar ik kwam hem dus daarna weer in het dorp tegen. Ja. Toen kwam hij met een grote pan mm. en toen heeft hij uh, die Lego laten zien hoe zijn vrouw het heeft gekapt in stukjes. Heb je het alleen laten zien? Een of het nee, eruit... ik vroeg het aan hem. Oh, oh, okay. Ik zeg, is dat die Lego? Ja, ja, hij ja. van, ja, ja, ja. ja. Serieus? En, zien, ja. en Wat voor niveau onderwijs. gaat die school zijn? Basisonderwijs, hoe dat uh, Basisonderwijs. En jullie hebben dan van het dorp ja, zelf? Ja, de, de overheid, heeft, uh, dus het ministerie van Onderwijs, heeft uh, ja, uh, gezegd ze gaan leerkrachten sturen daarheen. Serieus? We, we bouwen ook een woning dan voor de leerkrachten, hè? zodat we in ieder, dat ze in ieder geval een goede plek hebben om te blijven. En wat het mooiste is: uh, de school die gebouwd wordt, wordt gebouwd door de mensen van het dorp zelf ja we geven okay, ik luister, de, we geven de, het de tools we geven de tools dat was ook mooi ik ben meegegaan we mm hebben -hmm. de tools gegeven ze hebben dus een zaagmachine en als ze die om die planken aan die boom te halen yeah. we zijn twintig minuten gaan varen ze hebben een hele dikke grote boom omgehakt. mooie planken gemaakt ik heb zelf die planken geshout nog met ze meegeholpen ja een paar zeggen een, 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 een uurtje. niet de hele dag yeah, yeah, okay. maar ik was helemaal <laughs> kapot ik was helemaal gesloopt ik heb even meegedaan in die boot die planken gezet Daarna naar het dorp, planken weer uitladen ik zei van, ik ben nu eventjes, uh, ik ga even liggen. Even die stoel laten <laughs> <ga even> liggen. <laughs> maar um, zo wordt die, uh, dus we hebben de tools gestuurd en zij bouwen het. Zij bouwen het naar hun standaard. Toen komt, het komt wel een voorman vanuit Paramaribo, die komt het overzien. Um, uiteindelijk bouwen zij uh, de school en ze krijgen ook betaald voor het bouwen van de school dus je hebt de hele betrokkenheid van de mensen ja. ze hebben echt een, een, een gevoel van dit is van ons precies het, het is, is, niet, van het is niet van wij hebben het neergezet juist, en, uh, uh, nee zij hebben het gebouwd ze hebben er ook betaald voor gekregen voor hun werk en er staat een, binnenkort een school waar ze trots op kunnen zijn en hoe gaat die school heten, Dien Dingoere nee. <laughs> nee 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 gewoon het van het dorp zelf ik hoef niet, dat, dat hoeft nee, niet, zoveel, nee, zoveel, zoveel nee, hoef niet nee, te nee. gaan. Ja, het is Suriname, is bouwen. Nee, nee en daar is mee weg en mee kijk, brug. Kijk, daarnaast hebben we wel een voetbalveldje natuurlijk die we gaan zetten. Dientje, en, 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 een, <laughs> en, 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 en een, Omdat die dames volleybal hebben, zeggen we, oké, okay, we bouwen ook een volleybalveldje. Want okay. en, ze, ze hebben gevraagd voor een volleybalveldje. Dus we gaan wel volleyballen sturen en uh, een net... En uh, volleybalveldje. Ik en, en ook dat, dat jullie een... volleyball gaan doen, want ik was een Nacho van Volley, dus daarom ben ik blij dat jullie volleybal dan ook doen. Ja, 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 dus, ja, dus die, misschien dat je wat talenten kan gaan ja, 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 ja. daar. Oké, okay, Indianen zijn niet de langste, dus ik denk dat ze weer onder het net gaan springen. <laughs> hey, je, je weet nooit, hè? Je komt er komt één topper die springt zo hoog. <laughs> ja, ik ben ook niet de langste, maar ik kwam echt hoog boven. Het net. Dus ja. het is gewoon oefenen, oefenen, oefenen. Ja, precies. Oefenen. Je weet het niet. Wauw, heel mooi. En, en, en hoeveel scholen ben je van plan om neer te zetten? We zijn nu met twee bezig. En uh, ja, wie weet komen er meer. Uh, er komen steeds nieuwe projecten bij. Uh, waar, waar de stichting mee bezig is, daar, uh, daar, 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 daar ben ik ook bij. Ja, ik vind het heel mooi dat je bij die stichting betrokken bent. Want deze stichting uh, ja. ligt ook dicht bij mijn hart. Gisteren had ik toevallig okay. een shirt nog aan. In Suriname met Achterop ja. Forest 93. Ja, ja. ja ze hebben... Jullie hebben een boekje daar zo mogen verdelen volgens mij, Bolly de Otter. Bolly otter ja, toevallig ja. heb je ja. dit paar ongeluk geschreven. Dat was heel leuk. <laughs> oh, heb jij die geschreven? <laughs> ja, ja, ja. Oh, Dat wist ik niet eens. Geweldig, ja, ja nee, fantastisch, heel leuk. Dank je, dank je. En het dank was you. mooi nog, we zaten Bolly de Otter te lezen <coughs> en toen zag ik, uh, toen waren ze die uh, een, een beest aan het filmen. Is het een hond? Ze ging kijken zo, was een otter. Hello. Ik zeg: Hé, hey, Bolly de Otter. <laughs> hebben ze geschoten? Ja, hebben ze gegeten. Maar, uh, gelukkig was ik niet daar. Ja, maar ze waren <laughs> maar net. Uh, ik zeg: Hé, hey, ze hebben <laughs> Bolly de <the> Otter. Nee. Hé. <laughs> Het <laughs> schijnt ja, nee, heb... lekker te zijn. Nee maar, nee, maar kijk, het moment dat je een beest doodt ja. om te eten, ja. is het een heel ander verhaal. Nee, klopt, klopt. Snap je, dan, dan klopt. heb ik er geen moeite mee. Klopt. En wat ik mooi vind, die, 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 die mensen eten gewoon, ze, ze vangen voor die dag. Ja. Ze zelf vangen niet voor morgen. Ja, maar dat, dus, laatst had ik ook een Mattie van mij hier Mike, toevallig ken je hem per ongeluk ook. Ja. <laughs> maar ja. hij zei ook, als iemand een groot beest heeft gehad wordt het gewoon verdeeld onder de mensen. Ja, iedereen eet. Ja, het is niet nee, van, uh, een dag ga ik een vriezer halen en dan... Uh, nee, zo daarom zo zeg je. ik van, die Lego was voor, 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 de, voor de groep die ze... Ze hebben nog een paar animalen, hadden ze gevangen. Lekker, maar dat uh, gaat die dag op. Hoe is het eten daar zo? Heb je met ze meegegeten? Ik of... heb niet met ze meegegeten. Je durfde niet? Hadden... Nou, nee. We, we, waren, we waren niet zo geïnvolteerd uh, met het eten. Maar we hadden onze eigen koks bij ons. Ja, ja, ja. we waren met de grote groep. He. Oh, toch wel? Ja. Oké, okay, oké. Okay. En hoe lang zijn jullie daar gebleven in het dorp? Als je Vier dagen. En, en heeft het, hebben ze Elektra daar en alles? Ja, die af en toe uitviel. Maar uh, er waren wel, er was wel voorzieningen. Merkte je dat je helemaal veranderde daar, eenmaal in het bos bent? Want wanneer je die touch raakt van de stad, dan gaan ja. andere kanalen open, heb ik altijd gezegd. Ja, nee, het klopt. Dat zeg ik je. Je hebt emotioneel zoveel, maak je mee. De gevoelens gaan tieren door je lijf. Ja. ja. En vind je dat je dus bepaalde dingen ook een plekje hebt kunnen geven? Zoals het SVB-verhaal? Die had ik al een redelijk plek gegeven. Mm -hmm. Maar daar ben ik een helemaal uh, je hem overheen. En hebben de Indianen je ook beschermd? Beschermd? Ja, meestal geven ze een badje dat je extra. Nee. Niet hè? No? Nee. Je bent nog niet zo ver? Nee. De volgende keer moet je wel baden. Misschien. <laughs> ik had een mate, hij was een keertje. Vanwege politieke redenen was hij dus in het dorp. Ja. En dan hadden ze de mensen gedoest. Maar ja. daar hadden ze dus met paar bier. hadden ze. ...overgoten op een gegeven moment. Um, of op zich ge ge en toen zei die... ...degene die zat gedoucht, 'Neem man... ...ik weet niet hoe wie die, wie die man precies heet... ...hij zei, jullie mogen 24 uur niet baden. <laughs> maar oh. dat het moest intrekken of zo. Okay. ik zei, Dave... ...dat ding plakt zo verschrikkelijk. <laughs> Hij werd helemaal gek. Dus ik had gehoord dat jij het ook had meegemaakt. Oh. <laughs> Nee, maar nu <laughs> weet ik het. <laughs> nee, ik heb, ik heb dat soort dingen niet gedaan, nee. Nog niet? Nee. nee. Maar ik moet wel props geven, want eigenlijk, nee. je woont in Engeland, als ik me niet vergis. Ja. Nog steeds? Ja, 22 jaar. Zo lang? Ja. En toch blijf je maar terugkomen. Als het niet voor voetbal is, dan is het gewoon voor het land. En, ja. en, en, en zie je zelf per ongeluk oh, in de toekomst naar Suriname komen? Ja. Om te blijven? Ja. Toch wel? Ja. En zijn het harde plannen? Uh, niet hard, want je weet niet waar je naartoe gaat. In mijn leven als, uh, als coach kan je overal ter wereld gestationeerd worden. En oh, dingen ja. veranderen natuurlijk per jaar, mm -hmm. maar ik zie mezelf wel uh, hier komen. Waarom ben je eigenlijk in Engeland beland? Is het vanwege weer gevoetbal? Ja, ik heb de laatste vijf jaar in mijn carrière heb ik uh, afgesloten in Engeland. Welk team was het? In dan? Manchester, dus dat was bij uh, Huddersfield Town mm -hmm. in Barnsley. Mm -hmm. um, en na die vijf jaar denk je van je gaat terug, maar dan ineens heb je een zoon die ook goed doet. En die heeft toen tien jaar in de academy gezeten van Manchester United. Oh ja. En die heeft daar uiteindelijk contract gehad. Die heeft zijn premier, zijn debuut gemaakt in de Premier League bij Swansea. En die speelt nu bij Boavista in Portugal. Dus hij wordt al drie jaar in Portugal, de hoogste divisie. Oh, je boy speelt ook voetbal. Ja, ja, ja. Ja. Maar had je het van hem geëist of gewoon van, doe maar? Nee, 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 want het gaat zo maar in één keer. Dus, ja, soms uh, heb je spelers, ja je moet, want ik ben nee, voetballer geweest en jij moet nee, voetballer zijn. Nee, 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 het talent gaat wel van, uh, het is wel van vader naar zoon. Was jouw vader ook voetballer? Ja, speelde voor voorwaarts. Maar ook na het toevallig? Ja. Serieus hoor? Ja. Oké, oké, oké. Hij is op zijn 21ste heeft moeten stoppen, want zware knieblessure, been gebroken. Was het over? Maar hij was talentvol. Met bundel, Wensley Bundel en de, dat soort okay, mannen. Soms Natje Dat zat okay. wel die, sure. uh, is toen Bob Kijk, hij bluft nog steeds dat hij met Suriname in die tijd twee keer tegen Nederland heeft gespeeld. Uh -huh. uh, tijdens de Koninkrijksspelen. Tegen Wim Jansen en dat soort uh, mensen. En ze hebben twee keer gelijk gespeeld. Hij zegt dus, Suriname had gelijk gespeeld ja, tegen twee Nederland. Eén keer, keer op Curaçao en één keer in Suriname. En. Uh, en, ja, en, en maar, kijk, Suriname was op de top van de wereld. Ja, met volleybal waren we ook nummer één in het Caribisch gebied toen ja? en al die dingen. Ja. Dus toen, toen kwamen we nog tegen Cuba en al die landen en nu durf ja, ik niet eens ja, tegen Frans Guyana te spelen. Nee, als, je, dus. als, je, als, je, als je gaat vergelijken nu, als je die vergelijking probeert te maken, dan moet je alleen maar denken aan um, als je de beste spelers van Suriname toen de tijd mm -hmm. naar Nederland stuurde en gelijk direct in het hoogste divisie spelen. Humphrey Meinals van hier, Woem in het Nederlands al is gekomen. Wow, dus ja, ze daar waren daar gekweekt. Ze kwam van, hier, van en... hier en daar. komen. is hetzelfde als je spelers nu naar Nederland stuurt... en in Nederland zelf te komen. Dat was, dat was de level dus toen. Dus wij hebben, to in, we hebben dus 30, 40 jaar stilgestaan in Suriname. Want daar is er een gat ontstaan. 30, 40 jaar is op bijna zeggen. Dezelfde tijd van onafhankelijkheid. Maar goed. Ik... <laughs> dat is het. Lelijk. Maar dat is wel de realiteit. Dat is wel de realiteit, ja. ja stilgestaan. Um, heb jij tips voor de nieuwe... Coaches en zo die nu bezig zijn met het elftal. Want ik denk dat het ook anders is werken in Nederland... of in het buitenland dan met Suriname. Er komt toch wel veel bij kijken toch qua mentaliteit. En... Oh, uh, tips? Um... Of is ervaring de beste leermeester? Eén, ja, je doet het met liefde. En, hmm. um, en twee, je, je, ik, zou, ik zou maar zeggen... Je, je moet geduld hebben. Je moet iets meer geduld hebben... dan dat je het uh, met, met profspelers te maken hebt in, uh, in Nederland. Dus je moet, je moet, je moet wel... Uh, in een bepaalde manier aanpassen. Zou je, als kringtakje, mm -hmm. stel je voor jullie gaan verder en verder en verder in het team. Is het dat je op een gegeven moment alleen maar buitenlandse jongens en ja, buitenlandse Surinaamse jongens, me, uh, uh, mensen vanuit het buitenland met Surinaamse afkomst, van Surinaamse afkomst, zou je zeggen dat. Jezus, mijn Nederlands haakt <laughs> gewoon van kan, kanten, jongen. Oké. Okay. Dat <laughs> is niet erg. Fuck it, ik ben niet perfect. Ik vind het helemaal niet erg. Nee, maar ik, vind, ik weet al wat je wil vragen. <laughs> ja, je wil meer gewoon boys van Tata in het team hebben... of zou je ook zeggen, je gaat altijd een perfecte mix hebben? Ik moet ook een aantal mooie... Flex hier, jongen. Ik moet Ik Flex hier, Nee, kijk. Um, dat is de, het is, het is de mooiste vraag die je kan stellen... want dan kan ik ook gelijk zeggen waar ik voor sta. Ja. Um, wij zijn namelijk niet uh, uh, Tata jongens of uh, Synaamse jongens daar. Wij zijn één. We zijn hetzelfde, hetzelfde hout gesneden. Confalius, als hij in Nederland was opgegroeid, was hij nou gewoon een tachtig een, een, uh, ja, miljoen waard. Hij is hier opgegroeid. Uh, hij kan profvoetballer. is geworden in, in, in Europa. Hij is nu, zit nu twee jaar in Europa als profvoetballer. Okay. Um, gaat niet het allerhoogste bereiken. Jammer genoeg. Maar um, daar wil ik, waar ik naartoe wil gaan is, als hij nou na tien jaar na zijn carrière terugkomt in Suriname, is hij nog steeds Surinamer. Ja. Dus uh, er is geen jaargetal die je op moet zeggen van: jongens uit Nederland of jongens uit Suriname. Of nee, zo bedoel nee. ik het niet. Maar ja. jongens die in, het, in de buitenlandse competitie spelen, misschien is ja, dat nee, beter. Nee, nee, nee. <tus> je kan niet omhoog gaan met spelers die in de nationale competitie spelen. Onmogelijk. Okay, als je naar de top eerlijk. gaat van mm. de wereld, dan moet je met spelers spelen die van of van hier naar een topland gaan of al in topland zijn. Want, ook, want als je naar Brazilië gaat kijken, Brazilië is een topland, maar geen enkele speler speelt in Brazilië. Dus dat wil ik net zeggen, want al die boys worden weer geïmporteerd van hey, jullie moeten even naar huis komen om te ja. spelen. Dus we moeten af van het hele gezeur van tata of waar dan ook ze wonen. <laughs> Surinamer, Surinamer, klaar uit. Heel mooi gezegd. Nee, maar omdat soms hoor je van ja, maar. Heeft de Maysintik de boy? Dat de boy heeft dan maar pleimoro. Dan gaan ja. ze gedemotiveerd eraan. Ja. Moet, Bra ik... Moet Brazilië hetzelfde denken? Ja, maar het is goed dat je het zegt dat Brazilië het ook doet. Want ja. men heeft ja. vaak vergelijkingsmateriaal. Precies. Nodig, want ja. de afgelopen week, helemaal niks hiermee te maken, heeft de SLM zoveel klachten gekregen. Ja. Maar gisteren was American Airlines, zijn plane. Mijn zusje moest naar Suriname komen, ja. die woont niet hier. Ja. En zo, dus naar Suriname komen. Hele flight is gecanceld. Omdat die flight attendants vonden dat ze moe waren. No joke. <laughs> is echt gebeurd. Wow. Niet één woord erover in de krant. Nee. We, zijn, we zijn te hard voor onszelf. Ja, Simpel. misschien is dat ook zo, ja. En ik zeg we, want ik ben ook één van Suriname. Ja, ik ben ook een klaagmuur, hoor. Je moet het mij ja. niet vergissen. Weet je wat je net in je hele verhaal niet gezegd hebt. Mm -hmm. Ja, maar dat, dat Ja, Mike is... moet even in het gesprek, dat kan gebeuren. <laughs> nee, 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 we gaan gewoon ja. verder. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, maar, maar, wat Mike zegt, is helemaal heeft hij helemaal gelijk in. Ja. Als je hier geen profcompetitie hebt, ja. kan je ook niet verwachten dat de jongens uh, in de profleague die ergens kunnen gaan spelen, op het hoogste niveau. Ja? Eigenlijk is dat het best uitgelegd. Ja, dat kan maak je maar dus vaker uit. wat dingen ertussen gooien. ik vind het niet erg, in de Dave Podcast kan ja, dus. ja, <laughs> ja, ja, ja. maar buiten dat, al heb je een profliek. Uh, ah, Brazilië heeft ook een profliek. hun beste spelers spelen in het buitenland dus, ja. dus, dus je, je moet je helemaal niet druk maken over waar ze dan ook de wereld zijn waar het Suriname is blijft hij altijd Suriname als Messi een Suriname was dan was hij nu geen Suriname meer ja, ja, ja Zouden want hij gekocht. <gacht> al gekocht Net als Messi speelt al vanaf zijn 12-jarige jongen. Speelt hij al. Barca. In Barcelona. Klopt. Als hij Suriname was, was hij is Spanjaard. Dat is heel goed gezegd. Dat is heel goed gezegd. Want is, ik ben blij. Want altijd is het ja, maar ik zie. je dat boy voest aan een minuut. Dus weet hoe de lokale zijn. En dat is een bekrompen gedachte. Ja. Dat eruit moet. Want wij. Ik ben, ik ben ook een van die jongens. Ja hebben zoveel liefde, maar we hebben het geluk gehad dat we daar zo opgegroeid en dat, dat hebben gemaakt. Yeah. Dus het enige wat wij willen is gewoon... Give back. Eigenlijk. Erbij. Ja, 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 nee, ja, ja. We zijn één we zijn van, we zijn, we zijn van jullie, jullie zijn één van ons. We zijn samen, Weet je? Dat is maar geen verschil. Eigenlijk moeten we er dus stoppen ermee om de mensen in de diaspora te noemen. Want Could net als toen ik in Nederland woonde, was het... Ben jij <laughs> Ja. Ja. Ik zeg, boy, dat is het duurste woord dat ik ooit in mijn leven heb gehoord. Ik heb <laughs> nog nooit van het woord gehoord, maar iedereen ja. die tegenkomt is allochtoon of autochtoon. Ja. En, en. Ja. Maar eigenlijk creëer je daar zo al een verdeling. Ja. Eigenlijk moeten punt. wij stoppen met dat diaspora-verhaal en gewoon zeggen wij Surinamers. Ja, dus in, in Nederland zijn wij allochtonen. Yes. In Suriname zijn wij diaspora. Klopt. Wie heeft dat verzonnen? Niet wij. De Tata. Ja. Dus wat moeten wij doen? Nee, dus, dus laten we zeggen, nou naar uh, de blanke Nederlander. Ja. Sander, de cameraman, ja. woont twaalf jaar in Suriname. Voor mij is hij een Nee, maar is hij een allochtoon in Suriname? Ik zie hem als een maar ze zien een buitenlander. Nee, maar hij, 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 hij is geen allochtoon. Hij is geen woord voor hem. Hij is gewoon een Nederlander die in Suriname woont. Oh, dat woord allochtoon gebruiken we helemaal niet. Dat nee, zeg nee, ik nee, toch, nee, nee, Hij is nee. geen allochtoon. Hij is een Nederlander die in Suriname woont. Wij zijn Surinamers die in Nederland wonen. Ja. Zeg je nu gaat Sam de terug naar Nederland. Hij is geen diaspora die terug gaat naar <laughs> Nederland. Hij is een Nederlander die terug gaat naar Nederland. Dus die woorden maar geven zo een scheiding. En daarom die, we moeten af van die woorden. Ik heb een hekel aan het woord diaspora. Ik heb een hekel aan het woord. al ja, Jammer genoeg zijn ze er. Diaspora heb ik pas leren kennen toen de verkiezingen waren. Ja. Toen was het van: oké, okay, oké, okay, ik heb weer een woordje erbij geleerd. Moverende ja. diaspora. Ja. Ja. <laughs> ja, maar dat geeft ons toch een uh, scheiding? Het, het scheidt ons het, geeft ons, het zet ons in een hoekje. En dan gaan we zelf naar elkaar zo kijken. Nee, maar jij bent georigineerde Suriname, jij bent die diaspora. Nee, jij bent uh, geen OC in Nederland, je bent een allachtoon. Nee, ik ben een Suriname die in Nederland is opgegroeid. Of een Suriname die in Nederland uh, woont. En als ik naar ne als ik Suriname ga, ben ik gewoon die Suriname. Ja, want het is het, uh, ik ga eerlijk zeggen, in mijn privé heb ik het ook ervaren. Want ik, ik ben weggegaan. Ja. Ik, ik paste niet in Holland. Zo, ja. zo binnen vier jaar ben ik teruggerend. Ja. Maar toen ik hier kwam, kon ik ook niet connecten met mijn eigen mensen. Want mm -hmm. je mensen van ja, maar jij bent weggegaan. En ja. dit, dan denk ik denk van heer is maar vier, ik ben hier. Ik nee. ik heb de hele binnenlandse ja. oorlog meegemaakt. Maar ja. hoeveel praat je? Ja, ja. 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 Nou, maar dat je, doen we je, zelf toch? Je komt je kom wel. Ja, maar het is onbewust eigenlijk. Ja. Dus nu we erover praten, dan ja. hoop ik dat we dat allemaal wijzigen in de ja. toekomst. Maar dus eigenlijk door woorden te gebruiken, creëer je ja. verdeling. Ja, maar laten we er meer over praten. Heb jij gemerkt trouwens, uh, ik spring soms van de hak op de tak. Ja. Had jij gemerkt dat die, dat die lokale Surinamers. Um, ook meer zijn gegroeid tijdens de trainingen. En Boah, gigantisch, gegroeid. gigantisch gegroeid. En denk je dat ze dan ook zo op die manier uh, meer gemotiveerd waren om, om, om te ja, voetballen? 100 procent. Ik, ik heb natuurlijk dagelijks, dagelijks contact met die jongens. Okay. En, en gehad ook. Mm -hmm. Ik trainde elke ochtend. Zeven yeah. uur morgens en s'avonds met de groep. Mm -hmm. Individueel. Hoeveel wilde komen, maakt niet uit. Als je niet werkte, kon je komen trainen. Er is een band ontstaan, uh, uh, het was meer een vaderfiguur ook, tussen die jongens. Ik kwam ja. met allerlei soorten problemen. Ja, ze komen bij jou ook terecht als coach, van ja. ik, een coach, ik vrouw ook coach, mijn vrouw aan mijn dit, dat, dit. Zo, zo. Alles, alles. Ik ga, dit, dit, van de gekste dingen zijn ze bij mij gekomen. En ik heb ze ook als vader uh, geholpen, bijgestaan. En, en één ding kan ik gewoon zeggen: ze hebben zo hard gewerkt mm -hmm. dat ze zo zijn, hard zijn gegroeid. En die groei heb je gezien. Uh, niet alleen die wedstrijden die we gespeeld maar ook die wedstrijden die, wedstrijd die we tegen profs hebben gespeeld in, in, in Nederland. Toen we, we zijn twee keer geweest. Eén keer hebben we dik verloren. Toen we de tweede keer teruggingen, mm -hmm. zag je al grote verbetering. Dat we gelijk spelen tegen profs. En dat is al geweldig voor amateurs. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Heel, heel blij om dat te horen. Um, in het buitenland. Uh, ben je nu weer bij een ander team betrokken op dit moment? Nee, nog niet. Uh, nee. Heb, je daar, heb je nog plan om in de voetbal te blijven? Ja, uh, op absoluut. dat gebied. Ja, ja, ja. Dus uh, kijk, voor ons is het niet zo makkelijk om een job te krijgen. Dus Dat ziet, wil ik weten. Je ziet Henk Vreese is de enige op dit moment die uh, als trainer aan de slag kan in Nederland. Mm -hmm. Terwijl er zoveel coaches zijn. Uh, maar we, uh, we krijgen niet zo makkelijk uh, een job. En als we een job krijgen, wil je ook nog de juiste job hebben. Je ga, ik ga niet voor alles verhuizen. Oh ja, want je moet direct naar het land gaan om te wonen. Ik en woon in en Manchester. Waar. Dus de, als ik, als ik naar, het, uh, naar Nederland ga, ik zie mezelf niet zomaar in Nederland mee wonen. Mm -hmm. Maar als ik naar Nederland ga, dan, dan moet het wel iets zijn waar ik uh, achter sta. Maar je woont in Manchester. Ja. Heb je het weer daar gezien? Vreselijk. Het riekt elke dag volgens mij. Ja, veel. <laughs> Hoe <the> de fuck <laughs> kan je daar wonen, ja, Als je in de voetballerij zit, uh, het is de Walhalla van het voetballen. Het, is, het, is het paradijs van voetbal is in Engeland. Het mooiste competitie in de wereld. Sterkste spelers in de wereld spelen in Engeland. Toch wel? Ja. Dus je, je, je vergeet het weer alleen maar als je naar het voetbal kan kijken? Ja, omdat ik een voetbalman ben. Maar en je kan ook hier wel... komen en naar TV kijken hoor. Tegenwoordig is de wereld een beetje moderner. Nou, het, het gaat niet alleen om tv. Het gaat gewoon om het, de het, het, het sfeer en het gevoel en het, de belevenis. Dat is het mooiste. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Volgens mij moet ik afronden. No? Ja. Is er iets dat je. Oh, ik moet dit geven. Voor toch afronden. Dat vaderlijke waarover waar je het had net hè, als yeah. coach. Het yeah. lijkt bijna alsof je een papa was geworden van Suriname, weet je? Dat toen je natcho was. Okay. Dus zo zaten we echt van: oké, okay, dien hard gaat praten. <laughs> nacho, natcho. Oké, oké, oké. Maar ik hou van de sporthal. Je weet, dus yeah. Het, het mag niet uit als spelen is een ballet. Yeah. Weet, zo het, ik yeah. hou van die sfeer. Schapper! Schapper! Yeah. <laughs> En, 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 en dus ik, ja. wil het weer, ik wil je weer bedanken, want ik was ja, ja. zo nauw betrokken. Ik had ineens een halve kast van met Suterui, Ditterui, ineens was ja. dus het ook een hype om met dus... Je hebt ons zo'n nationaal gevoel gegeven, dus dat wil ik ja. wel echt meegeven. Dus ja, dank je. mocht je een zware bittere smaak hebben gehad van het, van het einde van, 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 van... Eigenlijk geen enkele... Dat ja, maakt niet hoe goed je relatie is geweest met je, met je, met je, met je chick. Dat, dat, je kan nooit zeggen op een goede manier. Ga je gaan stoppen. Nee. Nooit. Je nee. kan het niet netjes zeggen. Je nee. kan er niet fuck op zeggen. Nee. Nee. Het gaat altijd pijn. Doen. Altijd pijn. Maar door al die pijn heen moet ik je zeggen dat je echt, echt een toegevoegde waarde bent geweest voor ons. Ja. Dus dat wil ik je gewoon meegeven. Je hebt ons uh, bij elkaar gebracht. En mm. sport bindt Absoluut. mensen onderschatten dat. Ja. Dat gezegd hebben. We. Heb jij misschien een boodschap voor de mensen? Um, Twee, één me mededeling, één boodschap. Oké. Okay. Waar, waar zal ik mee beginnen? De mededeling of de boodschap? Shoot. Nee. Um, de boodschap is eigenlijk heel simpel. Um, wij zijn van niets in het voetballen naar iets gegaan wat betekenis heeft in de wereld. Hè? Yeah. Um, we hebben een fundament neergelegd wat je niet zomaar kapot kan krijgen. Um, voor de komende jaren zullen we altijd bij de top van de CONCACAF zijn. Um, want we zijn zo sterk, omdat we nu dus gebruik kunnen maken van de profs, waardoor we beter zijn dan elk land in de omgeving. Um, niet natuurlijk Mexico en Amerika nog, maar we zijn wel tegen wow. en tegenaan En u haalt ook mensen, landen aan die bijna een half miljard mensen daar hebben rondrennen. Ja, we gaan behoren uiteindelijk wel tot de top van de Konkenkraft. Maar het heeft wel tijd nodig. Dus wat ik wil zeggen is eigenlijk, um, steun Nacho nog steeds. Het is, Nacho is geen Dingoré. Nee nee nee, 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 nee. Nee, maar dat, wat, dat wil ik <coughs> zeggen. Want ja. mensen roepen het naar mij oh, op straat. Ja. Ja, ze ja. roepen op straat, hey, minna lo Weet je wel? Want ze zijn teleurgesteld dat ik weg ben gestuurd en dat soort zaken. Hmm. Maar het, het, je bent nog steeds um, een Nacho-fan. Je, je bent nog steeds van Suriname. Dus support Stanley zoveel mogelijk. Support Nacho zoveel mogelijk. Het gaat niet om de mensen die er omheen zijn, het gaat niet om uh, dingen die je misschien niet leuk vindt. Maar het gaat erom dat je je land vertegenwoordigt, toch? Je gaat erom dat je je land vooruit wil zien. En het harde werk is al gedaan. En nu is het bouwen op het fundament wat is neergezet. En dat is gewoon wat ik wil meegeven aan iedereen om nog steeds natje te supporten. Jij moet in de politiek gaan hoor, ik zou je stemmen. <laughs> je hebt mij helemaal natio nationalistisch laten voelen. Ik love it, ik love it, ik yes, love it. Dus blijf doorgaan. Ja, en nee, ik ben heel blij dat je dat hebt gezegd, eerlijk gezegd. Ja. Want ook ik was een beetje Ook hmm. okay, niet toevallig hoor ik van Sterling Menzo, dus ik hem, geef ja. hem ook de, de benefit ja. of the doubt. Ja. En um, voor hem zou het ook geen makkelijke job zijn. Want het lastige is, je hebt wel de lat daar gezet. Dus ik denk ja. dat er ook een bepaalde druk op hem zal zijn op dit moment. Uh, ja, en we gaan dat zo altijd blijven supporten. En nogmaals bedankt, bedankt, ja, bedankt. Ik heb nog een mededeling. Je mag nog drie gooien alsjeblieft. <laughs> nou kijk, eigenlijk, um, het, het mooie wat we hebben meegemaakt is ook gefilmd. Ja. We hebben een, uh, ik ben gevolgd door Sander, de cameraman. Klopt. We een hele mooie, <coughs> we zijn bezig met een hele mooie, uh, mooie serie. Mm -hmm. uh, hopelijk, het wordt zo misschien een zes tot achtdelige serie, dat uiteindelijk wordt uit, uitgezonden op Netflix. Of Amazon. Het gaat een grote productie worden. Vanaf het begin? Niet vanaf het begin. Hij komt, hij, want hij is er midden in gekomen. Ja, maar het is wel die, die droom. Van het, the Natche kleine... Dream. Ja. Ja, the not your dream. En The Natche Dream gaat verfilmd worden. Het is niet dat Will Smith mij gaat spelen. Want ik speel mezelf. Ja, maar Dave Smit is heel hoor. <laughs> Als ik maar arkaas gelijk, ja, het is, een beetje het is, op elkaar. Het is, is echt, uh, hij, ik, ik ben dus echt gevolgd um, van. Uh, van de kleedkamer yeah. tot het stadion. Niet naar de tot, 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 tot rennen naar CBB om de paspoortsituatie uh, te organiseren. Van het ministerie van Justitie tot de president. Tot uh, gesprekken. Alles heeft hij gevolg gedocumenteerd. Het uh, gaat een fantastische serie worden. Ja, zeker. Want is an, is an, is hope, van... het is een verhaal van hoop. Het is precies dat verhaal van hoop. Yeah. Uh, het, het, het is eigenlijk een sprookje. Wij zijn te dicht... Uh, als Suriname ze dichterbij om te zien wat eigenlijk voor impact je gemaakt hebt in de wereld. Yeah. Als een leek naar deze serie kijkt, dan ziet hij een, een Suriname waar hij nog nooit van heeft gehoord. Ze denken maar, altijd Afrika. Hè? Afrika, dus ze, denken, ze zien een land waar ze nog nooit van hebben gehoord. Uiteindelijk naar een Gold Cup gaan waar ze competen tegen de grootste landen in, in de wereld. En nog goed ook. Dus dat wil ik je zeggen, ze hebben ook nog goed Dat, is een, dat is een story, is een sprookje eigenlijk. Dus, dus dat, dat, dat gaan, zo gaan mensen naartoe kijken. En dat gaan we laten zien. Maar eigenlijk is het perfect geëindigd voor jou. Dat, dat versproken je. Nee, het einde ja. ga je huilen. Nee, nee, nee. Je kunnen nee, wel nee. in die dromen. Nee, is, Kom, geen perfect. Maar, is niet perfect. Ja, voor maar die, TV niet, is het wel goed. Niet, niet alles hoeft perfect te zijn. <lacht> 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 voor de TV is het wel gewoon. Nu kan je een <laughs> beetje vooral gaan kijken. Kom, schatje. het is voetbal, maar je gaat ook huilen. Maak je geen zorgen. <laughs> nee, no, maar ik heb genoeg geld in die... In die, in die, in die uh... <laughs> Nee, nee brud, ik ben zo blij dat je bent gekomen. Ik weet dat het een. Ik heb mij constant Is echt die nee moet komen praten? Dan nou, zei ja, laat die, ja. Maar even laat die maar even rusten. Ja, dus je hebt weet, geluk, je bent de eerste. Ik weet wat voor impact het ik, ik heeft. Ik volg je stiekem. Niet rechtstreeks als Sander, maar ik heb je wel gevolgd. Ja. En ze zeiden elke keer: ik denk niet dat die ready is nog eens om te praten. Nee. Ik denk het niet. Ik heb met opzet wel een baddoek meegenomen. <laughs> mocht je wat traantjes laten. Maar ja. ik ben ja. blij ik ben je dat je het hebt genomen om te komen, Bradda. Okay. Thank you very much. Yo, thank you. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de podcast. En als het echt zo is geweest, ga alsjeblieft online. Ga op YouTube. Share, like, subscribe die tori op Facebook. We zijn ook op Anchor FM, Spotify. We kunnen alle steun gebruiken zodat we lekker door kunnen gaan met het produceren van dit lastig programma. d v -A, baby Let's talk.